Vandara, vandaag ingecheckt. Ik zat de afgelopen dagen zat ik in de Encore, was ook heel mooi. Vandaar heeft het wel indruk op mij gemaakt. Mijn favoriete hotel is de Stratosphere, want daar kun je tenminste van afspringen. Imperial Palace. Palazzo. Ik heb er eigenlijk twee. Ik zit nu in de Planet Hollywood Towers. Qua kamers is die zeker het beste, qua prijskwaliteit. Maar qua service, de Encore. Dit jaar voor het eerst bij Naked Fish en dat is erg lekker, moet ik zeggen. Ik eet het liefst bij de Sushi Fever, want daar heb je lekkere sushi voor niet te veel. Tony Bahamas, vanavond gegeten. Heerlijk, de eten is echt heerlijk. Ja. Ik was van de week naar Sand of Japan, dat vond ik een heel lekker restaurant. En daar maakte de chef ook echt gewoon dingen die niet op het menu stonden. Dat vond ik toch wel erg lekker. Chef Club, die neushoorn, die ging wel mee. De Rhino. Dus het is eigenlijk, ja, een soort schoolplein. Ik ben in één zipclub geweest in Vegas, dat is een paar jaar geleden alweer. Dat is de Spear met Rhino, dat is niet daar nog. Aantrekkelijke dames zie ik het liefst in mijn slaapkamer. Geen, want ik heb een hele leuke vriendin. Boeia. Nou, ik ben helemaal niet van de stripclubs. Ik ga veel liever naar een gewone club. En dan, als ik daar zou moeten kiezen, dan zou ik toch echt gelijk voor de X6 gaan. Waarom? Omdat het gewoon echt ver de mooiste tent is. En ik heb toevallig een VIP-host die ik goed ken. En die kan altijd ons heel erg matsen met prijs. Dus we hoeven daar bijna niks te betalen. Als ik dan toch een club moet noemen, dan laat ik maar X6 nemen. Maar het is toch net iets leuker om een potje te bierpong of te bowlen. Eigenlijk elke pokerpit waar de spelers niet zo heel erg goed zijn. En eigenlijk maakt het me daar niet zo heel veel meer uit. Geen één live poker moet altijd onderspit delven ten opzichte van online. Hey, dat is geen vraag, Unibet. Mijn favoriete pokerpit is de Rio, want dan kun je tenminste echt wat winnen. Ik vond de win eigenlijk ver het fijnst om daar te spelen. Maar er zijn dit jaar geen games meer. Op dit moment zijn er eigenlijk alleen maar goede games hier in de Rio en de Aria. Ik heb nog niet in de Aria gespeeld, dus ik moet Rio wel zeggen, ondanks dat ik het eigenlijk best wel heel erg kut vind. Venetian, ik vind Rio vind ik mooi, maar ja, ik weet niet. Ik vind Venetian heeft al voor de toernooi in ieder geval betere structuren. Rio heeft een hele goede cash games, omdat er heel veel mensen die uit het toernooi vliegen, die gaan dan cash gamen. Dat is ook wel weer mooi, maar het is wat minder georganiseerd. Ja, Blasio. Ja. Ik kwam in een casino om te pokeren daar, dus ja. Ik moet eerder bekennen nog, het is mijn derde jaar in Vegas, ik ben nog nooit naar een show geweest. Zondag gaan we naar O en ik denk dat het mijn favoriete show gaat worden. Mijn favoriete show is Le Rêve, ben ik inmiddels een paar keer geweest. Vind ik wel erg mooi. Ik ben bij Le Rêve geweest, dat vond ik heel erg mooi. Ik wil nog graag een keertje naar een andere show van Cirque du Soleil. En ik ben één keer ooit met een aantal jongens naar een hypnose show geweest en dat was echt super grappig. Dus dat is ook echt een aanrader. Dan zou ik moeten doen dat ik ooit naar een show ben geweest. Dat zou ik graag doen, maar... Minst gehate casino, zou ik dan maar zeggen. Ik hoor dat het in de Longhorn erg naar pis stinkt, dus laten we die maar nemen dan. Bellagio. Waarom? Ziet er mooi uit. Geen idee. Mijn favoriete casino is de Venetian, want dat is het enige casino in Vegas waar ik voorloop. Ja, ook de Encore. Er zitten een aantal leuke clubs en qua service is dat gewoon toch echt een heel stuk anders dan bijvoorbeeld het Rio. Ik vind Gold Coast eigenlijk wel heel leuk, want daar kan je echt voor $1 ben je daar echt een koning. En ze hebben 70 bowlingbanen naast elkaar en dat ziet er gewoon vet uit. Het kost ook echt $3, geloof ik. Als je daar met $10 binnenkomt, dan kun je echt een dag van maken.